Welkom bij een nieuwe aflevering van Green Life with a Smile met Caroline Smeets. Hallo allemaal. In deze aflevering wil ik het hebben over de website en de nieuwsbrieven van Het Kan Wel. Zij zorgen met hun berichten voor veel inspiratie bij mij. Het team van Het Kan Wel zoekt van alles uit en schrijft over wat wel kan op een heldere en fijne manier. Ik ben gratis geabonneerd op een nieuwsbrief die ik wekelijks ontvang. In de nieuwsbrief belichten ze wat actueel nieuws, houden ze een poll en geven ze ook de uitslag van de vorige poll door en geven ze tips hoe je duurzamer en groener kunt leven. Deze tips zijn simpel en praktisch en gaan over veel verschillende thema's zoals kledingmerken, verzorgingsproducten, wonen, eten, reizen. Op elk gebied vind je wel iets. De bloggers delen hun ervaringen, bijvoorbeeld op vakantie gaan met de trein, testen verschillende producten uit, zoals bijvoorbeeld alternatieve haarverzorgingsproducten, zodat je geen shampoo hoeft te gebruiken, of ze geven een overzichtelijk lijstje met merken of to-do's. En aan het einde van de nieuwsbrief stippen ze ook altijd nog wat ander duurzaam nieuws aan uit het binnen- en buitenland. En zo heb ik wekelijks mooi veel groen nieuws. Ik ben dus enthousiast over deze nieuwsbron en het kan best zijn dat een tip van mij je een soort van bekend gaat voorkomen. En dat komt dan omdat ik geïnspireerd ben geraakt door de nieuwsbrieven van Het Kan Wel. Veel leesplezier!